Hallo allemaal, welkom op mijn YouTube kanaal Vreubelen met Eline. Hallo allemaal, gezellig dat jullie er zijn. Vandaag laat ik jullie zien hoe ik deze mooie mixed media achtergronden heb gemaakt met de mooie producten van Art by Marleen. Als ik ga beginnen met knutselen, ligt onze lieve pup Max altijd bij mij onder de tafel. Soms vindt hij het veel te leuk om te kijken wat ik aan het doen ben, dus is hij erg nieuwsgierig, zoals je kan zien. Nu hij weer lekker onder de tafel ligt, ga ik beginnen. Als eerste ga ik witte gesso aanbrengen met een grote kwast en daarna drogen met de heat tool. Als ik daarmee klaar ben, ga ik nu de achtergrond kleur geven met de verf van Amsterdam. Ik gebruik de kleuren geel, groen en paars. Eerst met penseel en dan met vingers. Als het nog nat is, ga ik met deze cirkelstencil cirkels aanbrengen met mijn vinger. Die maak ik dan een beetje nat met water en maak de mooie cirkels van het stencil op mijn twee pagina's. Om zo meer laagjes te maken op mijn pagina's in mijn art journal. Nu ga ik deze mooie collagepapieren en rijspapieren gebruiken van Art by Marleen. Ik ga ze opplakken met matte medium en een penseel en daarna drogen met de heat tool. Thank you.
Op de rechterpagina ga ik ook de rijspapieren en collagepapier van Art Bermelien plakken met matte medium en daarna drogen met de heattool en ook de lijnen van de collagepapier overtrekken met een zwarte Posca verfpen. Het mini hartje kleur ik roze met de Posca verfpen. Ga ik deze mooie dame haar ogen inkleuren en oogschaduw geven met de Posca verfpennen. Ook ga ik haar ketting inkleuren en het hartje op haar gezicht met de zilveren Posca verfpen. En trek de lijnen van haar gezicht en kapsel ook over met de zwarte Posca verfpen. Als laatste ga ik de drie bloemen extra pimpen met deze Crystal Glitter Stickles en drogen met de heattool. Dan zien deze twee pagina's er mooi en vrolijk en kleurrijk uit? Laat mij weten wat je van deze video vindt. Geef mij een duim omhoog, abonneer op mijn kanaal. Dan krijg je direct bericht als ik weer een nieuwe video heb geüpload. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!